We gaan nu proberen de Eiffeltoren te tekenen. Ik ga de teksttool gebruiken om een dubbele punt te tekenen. Of eigenlijk twee dubbele punten. En dan zul je denken, waarom is dat nou? Waarom teken ik niet gewoon vier vierkantjes als poten, palen voor die Eiffeltoren? Nou, dat is omdat we gebruik maken van het feit dat de teksttool, dat die al kan groeperen. Normaal gesproken, als je namelijk transformaties zou gaan maken, dan zou die transformatie in 3D worden toegepast op ieder blokje afzonderlijk. Maar doordat dit een groep is, zullen ze straks vanuit het middelpunt hier, vanuit het midden van de Eiffeltoren, naar buiten getrokken worden, die palen. Ik zal zo laten zien wat ik daarmee bedoel. Ik ga nu namelijk even trekken aan de poten van de Eiffeltoren, eerst even hoger maken, en nu trekken we de poten naar buiten toe. En je ziet dat dat vanuit het midden gebeurt. Dus ik trek ze eigenlijk vanuit het middelpunt van die Eiffeltoren naar buiten, doordat het dus een groep is. Zo maken we de basis van de Eiffeltoren. Nou, mooie vorm. En nu hebben we de eerste laag van de Eiffeltoren te pakken. Best leuk al. En daar gaan we een platformpje op tekenen. Gewoon een vierkant. En ik teken hem even in het midden, want ik ga hem opvullen. En dat opvullen kun je altijd het beste doen op een plek waar die nog geen contact maakt met andere dingen. Dit blokje staat nu los en daardoor kan ik hem gewoon beter vullen. En dan beweeg ik hem omhoog. Dan maak ik hem wat groter. En dit wordt dus de eerste verdieping van de Eiffeltoren. Zoiets. En dit is de basis voor de Eiffeltoren. En nu gaan we dit hele stuk copy-pasten en daar de tweede verdieping van maken. En nu moeten we hem gewoon gaan schalen. Of eerst omhoog bewegen. Daarna gaan schalen. En dat schalen vanuit het middelpunt of het netjes weer centreren van verschillende objecten, dat is iets waar we nu aan het werken aan zijn. Maar als je nu van boven kijkt, dan zul je zien dat het er al aardig uitziet. Nou, nu mag hij nog ietsje lager, want hij zweeft nog een beetje. Maar dit is al prima voor de tweede verdieping. Nou, ik selecteer hem weer. Want hier gaan we dan nu weer de derde verdieping van maken. Dus eerst weer dupliceren. Omhoog bewegen. Ook weer schalen. En nu hebben we drie verdiepingen. Alleen die Eiffeltoren die heeft altijd zo'n mooi puntje. Die moeten we nog even maken. Dus dit blokje, het bovenste blokje, die gaan we inknijpen met de Sculpt Tool. En dat doen we door een soort piramide van te maken. Zo, puntje. Een klein beetje spitser. Nou, en dan is hij af. Prima toren, als je het mij vraagt. Best tof.